Dag Tarek, laat ons beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja, het gaat prima met mij. Train hard. Ik loop gelukkig op het schema. Ja, dus het gaat goed met mij. Veel oefeningen elke dag, hier op de club onder meer. Wat doe je nu allemaal al? Ja, ik doe veel krachttraining, een beetje stabiliteit van mijn knie. Voornamelijk meeste kracht. Doe ook andere dingen eromheen, zoals core stability, bovenlichaam. Aqua jogging, we doen steeds meer. Ja. Hoe ziet een dag er doorgaans uit voor jou? Want je bent hier vaak als eerste al aanwezig op de club. Ja, ik kom altijd iets eerder dan de rest. Dan ga ik fietsen. Half uurtje of nu weer 40 minuten. En dan ga ik samen ontbijten. Dan komen hun binnen. Dan gaan we samen ontbijten. Als ik klaar ben, ga ik behandelen. Een half uurtje. Na de wandeling ga ik weer even terug warm fietsen. En dan beginnen de oefeningen. Als we ongeveer 2 uurtjes krachtoefeningen doen. Andere oefeningen. En dan is het klaar. En dan gaan we weer even strekken. De knieën beter strekken, zeg maar, manueel. En dan ga ik lunchen. En na lunchen pak ik soms massage en sowieso ijs. Ijzen. En dan is dat eigenlijk een dag, een normale dag. Ja. Je zit op schema, zeg je? Dat wordt je ook bevestigd, neem ik aan? Ja, ik loop op schema. Goed op schema. Je mag niet dingen overhaasten natuurlijk, maar ik loop goed op schema. Heb je daar eigenlijk veel pijn nog in die knie? Hoe voelt die? In het dagelijkse leven voel ik eigenlijk niet heel veel pijn, eigenlijk bijna nooit. Alleen een dag na de operatie. Maar ik heb altijd nooit problemen gehad met slapen of iets. Gelukkig, want ik hoor wel vaker andere verhalen. Maar ik heb gelukkig niet veel last van gehad. Heb je vaak contact met lotgenoten, zeg maar? Met? Lotgenoten, jongens die hetzelfde overkomen zijn? Ja, ja. Ik heb natuurlijk direct contact gemaakt met vrienden die ik ken. Over de blessure en tips gekregen, wat belangrijk is om te doen. En ook onder andere spelers die hier hebben gespeeld, over de behandeling, hoe dat allemaal is gegaan. En ja, daar heb ik veel eruit gehaald. Ja. Denk je er nog vaak aan terug, aan dat moment, hè? Die zaterdagavond was het, denk ik. Wist je trouwens meteen hoe laat het was toen? Eigenlijk niet. Ik heb nooit eigenlijk een echte blessure gehad of zo. Ik dacht in principe dat de pijn een beetje wegging, dus ik dacht ik ga doorspelen. En toen voelde ik wel wat raars, wat je normaal niet voelt. En toen dacht ik van ja, ik ga geen risico nu nemen. En toen ging ik eruit. En ja, toen bij rust kwam de dokter binnen en zei hij van als hij nu dik wordt, dat betekent dat er wel wat echt aan de hand is. Als hij nu nog steeds niet dik wordt, dan gelukkig valt het dan wel mee. Misschien schrik. Dus toen hun allemaal weer naar buiten gingen voor de tweede helft, ging ik douchen. En nadat ik klaar was met douchen, werd mijn knie heel dik. En dacht ik van shit, ging ik gelijk opzoeken wat de symptomen zijn. En toen zag ik dat de kruisband zeg maar, de symptomen waren wat ik mee heb gemaakt op het veld. En toen dacht ik wel van, was ik wel een beetje nog steeds de hoop na de MRI-scan. Pas dan is het duidelijk. Maar je wist wel een beetje hoe laat het was. Na die scan wist je inderdaad wat de diagnose was. Dat is dan wel een klap natuurlijk, hè, denk ik. Hoe ben je daarmee omgegaan? De hardste was eigenlijk de wedstrijddag zelf en de dag daarna. Ik ben naar specialisten gegaan. Hier kwamen de doktoren, fysiotherapies. Allemaal zeiden we gaan daar wel van uit. Ga vanuit van het ergste. Nog even bevestiging gehaald bij mijn kniespecialist in Antwerpen, een arts. Die zei ook waarschijnlijk kruisband. Dus ik ging er wel vanuit en met de MRI-scan wist ik in principe bijna al dat ik kruisband had. Maar eigenlijk na 2 dagen had ik al de klik gezet om te knallen. Dat valt inderdaad wel op, hè? Dat je heel snel die knop omgedraaid hebt. Hoe doe je dat? Want zo snel, zo positief ingesteld zijn, dat is niet iedereen gegeven, denk ik. Ja, ik weet niet hoe anderen. Ik heb wel verhalen gehad dat mensen echt de eerste
twee maanden zelfs mee zitten, zelfs te veel doordenken. Ik denk mede door mijn geloof dat ik een beetje rustig ben gebleven. Ik denk dat alles met de reden gebeurt. En mindset is denk ik heel belangrijk bij elke revalidatie. In het algemeen in het leven is de mindset heel belangrijk. En ik ben positief en ik werk keihard. En ik weet dat er iets moois terug gaat komen. Je zegt alles gebeurt met een reden. Daar geloof ik in. Kun je dat eens wat meer uitleggen nog? Ja, kijk, het kan altijd erger. Mijn vriend Abdelhak Nouri bijvoorbeeld, dat is nog erger. Ik loop af en toe op straat, dan zie ik mensen met een rolstoel, zonder benen. Dan denk ik van ja, ik mag niet klagen. En wie weet was er over een paar weken daarna nog iets ergers gebeurd. Dus ik ben blij dat ik gelukkig alleen een kruisband heb. Ik weet dat ik deze ga overwinnen. Iedereen spreekt u dan natuurlijk vaak aan over dat WK met Marokko, dat je gaat missen. Hoe ga je daar nu zelf mee om? Ja, tuurlijk. Elk voetballer wil een WK spelen. Dat is ook gewoon eigenlijk, dat hoort bij het traject, gelijk knop omdraaien. Je gaat het niet spelen, je mag hoog of laag springen. Er is nog een WK over 4 jaar. Dus wie weet, ik had ook nooit gedacht dat ik ooit een nationale team zou bereiken. En dat heb ik wel bereikt. Dus wie weet wat over 4 jaar gaat gebeuren. Maar teleurgesteld natuurlijk. Begin, je wilt WK spelen. Maar ik heb de bondscoach nog gesproken 2 keer. Die staat achter mij. Die aangeeft dat ik in zijn traject hoor. Die heeft me wel goed gevoel gegeven. Hij heeft me ook aangegeven, als je wilt, kan je je hoofd altijd legen bij de nationaal team break. Maar ik ben goed aan het revalideren en ik wil deze weg voortzetten. Ja, want hij heeft inderdaad aangegeven dat je bijvoorbeeld op het WK best welkom bent om eens bij de groep te zijn voor enkele dagen. Dat ga je niet doen, denk ik, omdat je echt alles op alles wil zetten voor je revalidatie. Ja, precies. Ik ben blij met hoe de revalidatie gaat. Wordt goed behandeld. Na de operatie kwamen ze bij mij thuis. Dat is natuurlijk ook, dat voel je de waardering en dat heb ik wel nodig. Dat voel ik, ik voelde gewoon de waardering en de respect. Ik zit in een goede flow en ik wil dat niet belemmeren met misschien dat ik daar naartoe ga, dat ik daar wil. Ik ben gewoon vol gefocust op de revalidatie. Mijn hele leefstijl draait nu om deze revalidatie. Welke totale periode, herstelperiode, is er nu eigenlijk vooropgesteld voor jou? Ja, daar praten we eigenlijk niet heel veel over. Iedereen weet dat het minimaal 6 maanden is. Ik kijk stap per stap, ik kijk niet naar 6 maanden, ik kijk echt stap per stap. Dat heb ik gedaan en dan is mijn gevoel ook dat het vlot gaat. Dus ik kan nog niet echt specifiek een datum zeggen, maar iedereen weet dat ongeveer, ja, ik schat in op februari, maart. Alles gebeurt met een reden, zeg je. En ook zo'n uitspraak die bekend is, is elk nadeel heeft zijn voordeel. Je had vroeger een probleempje met die knie, waar je eigenlijk nu van verlost bent. Net dankzij deze operatie die gebeurd is. Nee, klopt. Ik had 12 of 13 jaar geleden dat een hele klein stukje kraakbeen vast in mijn knie. Was op vakantie in Marokko. Dus ik kon niet lopen. Ik was nog jong. Dus ik ging naar internet kijken, een kniechirurg. Ik wist niet of hij goed of slecht was. Ik wist eigenlijk van niks. En hebben ze het kraakbeen eraf gehaald. Waardoor ik eigenlijk heel veel krachtoefeningen niet kon doen. Dan praat ik zeg maar op een halve, door mijn knie gaan op 1 been. Elke oefening wat ik met 2 benen moest gebruiken, gebruikte ik bijna alles op links. Maar tijdens het voetbal voelde ik geen pijn, maar bij de krachtoefeningen, ik kon ook niet nauwelijks springen met mijn rechtervoet. Ik kwam zo'n stuk van de grond. En na de operatie, dokter De Klerk heeft gezegd dat hij mijn knie wat mooier en netjes op de kraakbeen, zeg maar, een stukje wat los was, wat mooier gemaakt. Omdat hij zag wat was gebeurd vroeger. En sinds na de operatie doe ik nu oefeningen waarin ik denk, ja, Dit kan ik sowieso niet doen, hiervoor al niet, laat staan nu. Maar terwijl dat allemaal heel goed gaat zonder pijn. Dus daar ben ik zeker heel blij mee. Ja, in het beste scenario, dus in het ideale
scenario heb je straks over enkele maanden een gewricht dat beter is en een knie die sterker is, de spieren er rond ook dan voorheen? Ja, dat heeft de chirurg ook aangegeven. Dat ik uiteindelijk een sterkere knie ga krijgen dan daarvoor. Ja. En in afwachting daarvan, hoe hard mis je het veld? Hè? Want dat is toch nog altijd wat elke voetballer uiteindelijk wil, dat ze gewoon op dat veld staan. Hè? Ja, tuurlijk, je mist het veld. Ik heb nu niet nog echt een gevoel gehad van depressiegevoel of iets. Ik weet waar ik aan toe ben. Ik ben nu gefocust op mijn revalidatie. Tuurlijk, je wilt dingen bereiken. Je wilt als persoon, hoe ik als persoon ben, ik wil altijd de beste zijn. En dat kan ik nu niet laten zien. Maar daar hoort wel dit bij. Goed revalideren, hard werken. En dus mijn mindset blijft hetzelfde. Als ik terugkom wil ik nog steeds de beste zijn. En daar ga ik alles voor doen. Dus een blessure gaat me niet tegenhouden. Ondertussen volg jij natuurlijk ook de prestaties van onze ploeg. Hoe heb je die beoordeeld tot nu? Eerlijk gezegd wisselvallig. Af en toe heel goed. Af en toe teleurgesteld omdat het niet hoefde. Want ik heb nog nooit eigenlijk echt een tegenstander gezien die beter is dan ons. Alleen soms laten we wel onnodig punten liggen. Dat is zeker jammer. Maar Europees gaat tot nu toe wel goed. Competitie kan beter en gaat wel beter, denk ik. Ja. Je ziet de jongens ook vaak, hè. Dat is denk ik wel goed dat contact er is, ondanks het feit dat jij moet revalideren elke dag. Ja, klopt. Dat is een voordeel. Kijk, soms kijk je bijvoorbeeld naar een training en denk je van ja, de mission is een klein beetje, maar soms zie je ook dingen dat je denkt van ja, dat geeft je ook weer een positief gevoel van. Soms zie je dingen dat je denkt van, ik kom terug en ik ga het beter doen dan, wat ik begon dan hiervoor. Laatste vraagje, want ik wil nog even terugkomen op die mindset die je toch wel hebt. Je zei daarnet, ik heb nooit een zware blessure gehad vroeger. Was het dan echt zo makkelijk om in die positieve mindset zo snel te komen? Voor mij wel, ja. Voor mij, ja. Wat moet ik anders doen? Moet ik teleurgesteld zijn, mijn revalidatie ingaan? Dat is ook niet de beste oplossing. Je moet realistisch kijken en wat het beste is voor op lange termijn. En dat is knop omdraaien, hard werken en blijven geloven in je doelen. Blijf geloven in je doelen. Dus alles ligt hier. Als het hier goed is, dan gaat alles vanzelf komen. Houd die gedachten vast. Veel succes nog. En tot snel. Dankjewel. Yes.